Hallo en welkom bij deze video, dit audioblog, dit artikel van Tim Koetske, NLP en Hypnose Coaching. Het onderwerp van deze video is: hoe word je gelukkig? Een grote vraag die wellicht al vele malen is beantwoord. Toch is het een vraag die we regelmatig stellen als we weer eens meegesleurd worden door dat wat we leven noemen. In dit artikel wil ik het hebben over de, naar mijn ervaring, allerbelangrijkste bouwstenen van geluk. Ik ga het hebben over ideeën die iedereen altijd tot zijn beschikking heeft, los van wat je situatie is. En als je deze ideeën toepast en cultiveert, ben je heel snel in staat om gelukkiger te zijn, zelfs als je situatie niet al te rooskleurig is. Wat is geluk? Geluk kan veel betekenen. En ik zou het hier niet durven definiëren. Maar is geluk simpelweg hebben en doen wat je wilt? Is het alles voor elkaar hebben? Vrij zijn van zorgen, nooit meer hoeven stressen misschien? Deze zaken zullen je zeker helpen in je geluksgevoel. Maar als alles altijd al bereikt is, hoef je dus nooit meer creatief te zijn. Dan word je misschien nooit meer uitgedaagd, verken je geen nieuwe mogelijkheden en er is in sommige opzichten geen avontuur meer. Je groei en ontwikkeling zou tot een stilstand komen. Het leven zou wel eens erg saai en geestdodend kunnen worden. Voordat je het weet verander je in een consumerende, entertainment-zoekende neuroot. Een lege huls die niet weet wat hij met zichzelf aan moet. Nee, gelukkig zijn is in een echt leven een meer veelzijdige bezigheid. Een leven vol met interessante indrukken, uitdagingen en lessen lijkt in veel opzichten veel waardevoller. Een leven vol talenten en vaardigheden die je ontwikkelt en problemen die je oplost is misschien een veel grotere rijkdom. En de veelzijdige, interessante en krachtige persoon die je wordt gedurende dat hele proces, gaat het daar ook niet om? Is dat niet echte rijkdom? En vinden we daar misschien ook niet een essentieel onderdeel van het gelukkig zijn? Gelukkig zijn lijkt meer een doorgaand proces en geen statische toestand. Het is iets wat je moet vinden op je levensweg en niet pas bij een bepaald einddoel. En aangezien het leven je altijd weer uitdagingen voor de voeten gooit, is je reactie op het leven dat waarin jij je geluk gaat vinden. Want je vindt het niet per se in je directe omgeving, misschien soms. Maar zeker niet altijd. In dit artikel ga ik een aantal belangrijke bouwstenen van geluk beschrijven. Als je deze in jezelf weet te vinden, weet te cultiveren en uit te voeren, staat geluk om de hoek te trappelen om je te ontmoeten. Het eerste waar ik het over wil hebben is hoop, vertrouwen en geloof. Als je situatie niet ideaal is, dan is de hoop dat het beter kan worden een eerste stap naar verandering. Hoop is als een deur. Het is een mogelijkheid, een weg. Hoop zegt echter niet dat je daadwerkelijk door die deur gaat naar een betere toekomst. Daar zijn nog wat andere dingen voor nodig. Om actie te ondernemen moet je naast het hebben van hoop ook op een bepaald niveau geloven dat verbetering daadwerkelijk mogelijk is. Je moet op zijn minst een beetje geloven dat verbetering bereikbaar en realistisch is. En je moet er ook een beetje op vertrouwen dat jij dat ook daadwerkelijk voor elkaar kunt krijgen. Vertrouwen en geloof zijn de toestanden die het mogelijk maken om iets als haalbaar te zien, al weet je dan nog niet precies hoe dat kan gaan plaatsvinden. We zijn tenslotte niet alwetend, althans ik niet, en zeker niet over de dingen die we nog nooit eerder hebben gedaan. Dus je leert hoe dingen werken terwijl je onderweg bent. En daarom is het mogelijk om vertrouwen te hebben in de mogelijkheid voor verbetering, ook al weet je nog niet precies hoe. Als hoop de deur is naar verbetering, dan zijn geloof en vertrouwen de gevoelens die je de moed geven door deze deur te stappen en het onbekende in te gaan. Een volgende bouwsteen van geluk is weten wat je wilt. Goed, je hebt besloten dat je iets wilt veranderen in je leven. En je hebt de hoop, het vertrouwen en het geloof dat het op de een of andere manier wel mogelijk is. Wat nu? Nu moet je gaan bepalen waar je heen wilt. Er zijn enkele redenen waarom exact bepalen wat je wilt zo belangrijk is. De belangrijkste is wel dat je onder bewustzijn ook moet weten wat je wilt. Alleen zo kan het je automatische functioneren in de richting van dat doel leiden. En het onderbewustzijn werkt het beste met een kristalheldere visie van het einddoel. De tweede reden om precies te weten wat je wilt is om je geluk af te kunnen meten. Als je weet waar je naartoe wilt, kun je jezelf de vraag stellen na een dag of zelfs na een middag of na een uur, ben ik nu dichter bij dat waar ik uiteindelijk naartoe wil? Dan een uur, een middag of een dag geleden. Ik weet zeker dat je een goed gevoel gaat krijgen als het antwoord ja is.
Het geeft je vertrouwen in je eigen vermogen om actie te ondernemen. Het laat je zien dat jij je tijd zinnig weet te besteden. Het geeft je het gevoel dat je daadwerkelijk aan het roer kan gaan zitten van jouw leven. En die kleine vooruitgang, hoe minuscuul deze ook mag zijn, is een bewijsstukje dat jij gaat bereiken wat je werkelijk wilt. Maar daarvoor moet je dus eerst precies weten wat je wilt. Liefst zo helder mogelijk. Vooruitgang. Als je stilstaat en dingen bevallen je niet, dan kan dat heel frustrerend zijn. Als het morgen een klein stukje beter is, en de dag daarna ook, dan ga je al snel beter voelen. Je bent onderweg, je leeft, je krijgt wat controle, kracht en vertrouwen. Je komt stapje voor stapje verder. En hierin vind je de kern van geluk. Vooruitgang. Want je gaat niet alles even snel oplossen. Dingen hebben tijd nodig. Weer fit worden, gezond worden, een ander beroep leren, een succesvol bedrijf opbouwen, je schulden wegwerken. En zoveel andere dingen kosten soms heel veel tijd. Je bereikt ze enkel in kleine stapjes. Dus in één keer naar het einddoel gaan, dat is onmogelijk. Dat bestaat niet. Stil blijven staan en jezelf zielig vinden, daar ga je ook geen geluk vinden. Maar stap voor stap daar naartoe werken wat jij wilt bereiken, kan zoveel bevrediging, zingeving, identiteit en integriteit geven. Ik zou het voor geen goud willen missen. Maar geduld is hiervoor essentieel. Soms willen we snel succes, misschien snel rijk worden of snel slank worden. Soms gaan we op zoek naar shortcuts. Meestal met een fikse terugval als gevolg, die er op zijn beurt weer voor zorgt dat je je hoop, je vertrouwen en je vooruitgang verliest. En als je dan ook weer heel veel tijd hebt verloren, wordt je geduld wellicht nog minder. Lange termijn denken is onmisbaar voor de echte waardevolle doelen. Maak dus gerust doelen waar je een jaar voor uittrekt. En doelen voor over 3 jaar en 5 jaar, misschien zelfs 10 jaar. Als je aan grote doelen denkt, dan kan dat wel eens wat overweldigend aanvoelen. Soms wil de reactie opkomen, dat duurt toch veel te lang. Maar geloof me, als je je doel uiteindelijk bereikt, maakt het je echt niet uit hoe lang het heeft geduurd. Heb jij wel eens iemand horen zeggen, poeh, ik heb mijn hypotheek van mijn prachtige huis afbetaald, heb mijn gezondheid weer gevonden, mijn ideale gewicht en salaris behaald en de liefde partner die er is aan de haak geslagen. Maar wat een werk was dat zeg. Als ik vooraf had geweten dat het zoveel werk zou kosten, had ik liever gewoon daar gebleven waar ik was. Dus hoe groot je moeilijkheden ook zijn, hoe lastig het ook is, kleine stapjes, elke dag weer, zijn je ticket to ride, om het zo maar even te noemen, naar een betere toekomst. Simpelweg de bevestiging dat je onderweg bent, hoe klein de vooruitgang ook mag zijn, geeft je dat gevoel van missie en zingeving. En de kleine successen die je bereikt met die kleine stapjes, mini-stapjes desnoods, bouwen je zelfvertrouwen, je zelfrespect en je eigenwaarde op. Elke dag een beetje meer. En daarin, lieve mensen, vind je geluk. Wil je nou persoonlijke hulp bij het creëren van jouw geluk? Ik kan je daarbij helpen middels persoonlijke coaching. En er zijn ook verschillende hypnose-downloads die je daarbij kunnen helpen. Zo is er het Happiness Powerpack, een verzameling van hypnoses, allemaal opgericht om je geluksgevoel een flinke boost te geven. En wil je liever gericht en concreet met je doelen en voornemens aan de slag? Dan is er de e-training en hypnose-download Beheers de Wet van de Aantrekkingskracht met NLP en Hypnose Coaching. En in de beschrijving van deze video vind je alle links van deze resources. Goed, ik hoop dat de ideeën in deze video waardevol voor je zijn. En als dat zo is, geef deze video dan een duim omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe video's. Leuk dat je hebt geluisterd. Tot een volgende keer. Dag!